De eerste stap bij vloerverwarming is zorgen voor een grondplan met correcte afmetingen. Hier heb je een voorbeeld van een grondplan. Het is nu een grondplan van een bijgebouw, dus niet van een woning. Maar alleen is wel een redelijk ruim bijgebouw. Dus hier hebben we eigenlijk een leefruimte. Hier is er een keuken. Het is een badkamer, toilet, douche. En dit is nog een berging. Dus dit plan kan je doorgeven naar je leverancier van de vloerverwarming. En die tekent het dan allemaal uit. Dan krijg je dit plan. Dus hier heb je allemaal de circuits of kringen. Dus in totaal 7 kringen. Hier staat de collector. Dit dien je dan wel op je grondplan te plaatsen hier, waar je de collector zal plaatsen, zodat de leverancier weet hoe ze de kringen juist moeten plaatsen. Dus kring 1, dus de groene. Telkens de meters in de kring. Dus je begint dan ook telkens met kring 1 te plaatsen, dan kring 2, kring 3 en zo verder. Zodat je hier de buizen, dat ze niet over elkaar lopen of dat ze juist te plaatsen zijn. Anders gaat dit niet goed gaan in de uitvoering. Ga je allemaal een keer moeten kruisen en zal je niet geraken. Dus dan hebben we kring 2, de badkamer, toilet, douche. Kring 3 is de berging, kring 4 is de leefruimte, kring 5 is de leefruimte, kring 6 is de leefruimte, kring 7 is de leefruimte. Wat zie je nog op het plan staan, zijn uitzetvoegen, dat is de groene lijn. Hier heb je een uitzetvoeg, telkens aan de deuren heb je altijd een uitzetvoeg. Dus hierin, 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 hierin en hierin. Hier is blijkbaar niet nodig voor een uitzetvoeg te steken. Ik denk dat dit op het randje is. Omheen te steken, anders moet er hier ook ergens nog in komen. Zo, dan best. Maar hier is blijkbaar niet nodig. Wat zit er nog bij je legplan? Dit is een overzicht van al je kringen. Dus van kring 1 tot kring 7. Telkens is het terug met de lengte erbij. Die lengtes kunnen handig zijn om te kijken als je nog raakt met je rol waar je mee bezig bent. Of als je een nieuwe rol moet beginnen. Dan staat er ook nog een keer het debiet bij. Dat kan je inrekenen op de debietmeters. Dus 2,14 liter per minuut. En een verleg van 15 centimeter. Kring 2, dat is in een badkamer. Hier zijn ze een verleg van 10. En 15 centimeter. Dat zal hier 10 centimeter zijn. En hier dan 15 centimeter. Dus zo alle kringen. Wat zit er nog bij? Is een doorsnede van je. Van de vloer. Dus. Op 1. Randisolatie. 2. De vloerverwarmingsbuis, telkens hier ronde cirkels, dan 3 de takkernaals hier, 4 de takkernaals, dat is nummer 3, dan hebben we 4 uitzettingsvoeg, 5 is de afwerkingslaag, hier de tegel, 6 is de schappen, dus minimum 4,5 cm boven de leiding. Dus van hier tot hier. Minimum 4,5 cm. Dus neem gewoon 5 cm. Dan 7 is de isolatie. Dus de puur of een vaste isolatieplaat. Dan 8 is je uitvullingslaag. Dus hier, dat is ofwel een betonplaat. Ofwel een uitvullingslaag. Met betabor bijvoorbeeld. En hier zie je nou een doorsnede van in de andere richting. Dus wat je uitzet voor isolatie, shop, de deel. Dus het zwart dat je ziet is een mantel. Telkens als je langs een uitzettingsvoeg gaat, moet er een mantel over de vloerverwarmingsbuis geschoven worden. Zodat die vloerverwarmingsbuis kan schuiven. Omdat dit kan leven van elkaar voor de uitzettingen.
Dus hier zie je telkens een uitzettingsvoer. Dus hier, hier zie je 6 buizen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dus hier moet er eigenlijk telkens een mantelbuis overgeschoven worden. Dus hier, hier ook. Hier ook, hier ook. Hier ook. Dus telkens waar je een uitzettingsvoer passeert. Voilà, dus bij deze, als je een goed plan hebt, is het wel gemakkelijk zelf te plaatsen in de muurverwarming.